Mijn favoriete Instagram-pagina is die van de Jamies. Echt waar. Please doe mijn familie geen kwaad. Ik heb alles gedaan wat ik vroeg. Instagrammers, opgelet, ze hebben een mes, een scherp mes, om je Instagram-account mee te fileren. Jasper de Klerk en Noortje Valmers zijn het duo achter Vlaamsevracht.be en Taboep. En ze zoeken dus naar wat mooi is of net heel lelijk op Instagram. Hey, yes, Noortje en Jasper. Hallo. Welkom. Oh, ja. Hey. Oh, jullie zien er ook zo goed uit. Maar iedereen ziet er zo goed uit. Ik ben ook echt jaloers op uw pakske, maar ik wou geen pakske aandoen, want dan... Ik ben al groter dan Jasper met hakken en dan mannelijkheid. Ja. Die kleedt mij. Ah, is dat? Nee, Farah El Bastani, mij en ik hem. Ja, voilà. Ah. Ja. Okay, dat is mooi. Dat is een mooie wisselwerking. Ja. Zeg, zitten jullie zelf eigenlijk veel op Instagram? Dagelijks? Ik veel? Echt te veel. Ja? Ja, hoeveel echt veel is te veel? Dat je zo op den duur niet meer weet waarom dat je aan het scrollen bent. Oh, ja. Ja. Dat heeft een naam, hè? Dat heet doomscrolling. Echt waar, echt waar. Oh. Ik heb dat niet verzonnen. Dat is echt doomscrolling. Zoek ja, het op. Ik geloof het. Ik geloof het. Ja, dat voelt ook echt alsof ik aan het sterven ben. Als je zo na een half uur zo... Het nut van het leven dat verdwijnt gewoon bij elke scroll. Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet gehad. Niet? Nee. Sterven? Wat nee. doe jij hier? Een oortje niet weggaan. Niet weggaan. Hier, een kaartje. Ik moet jullie nog vragen op wat jullie gelet tijdens deze categorie. Beste Instagram. Zeg jij het maar. Ja, dat is wel... Ik vond dat een super moeilijke categorie. Want wat is beste Instagram? Die andere categorieën die hebben zo'n duidelijk doel. En beste Instagram is zo... Beste, ja, beste, wat is beste YouTube? Wat is beste internet? Dus beste Instagram, waar wij op gelet, gewoon mensen die zichzelf zijn of een heel goed personage spelen. Dat mag ook. Originaliteit. Humor ook wel. Humor, zeker. Creativiteit. Dus al die copy-paste en zo, ja, die hebben we er staan TPD uitgezwierd. Maar die zaten al niet in de top 10. Dus dat was al goed. Okay. Mensen die dat vanuit zichzelf doen en niet zo omdat ze hun best willen doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, ja. Dat vat het zo wat samen. Ja, jullie vullen elkaar goed aan. Dus doe niet te veel je best, doe gewoon jezelf. All right, just be yourself. Oh nee. Ugh. Oei, heb ik het weer verkeerd? Dat is zo'n vieze hashtag. Zo'n blauwe pegel. Wees gewoon jezelf. Ja. Oké, okay. We gaan eens kijken. Ah, all right. We gaan eens kijken wie de genomineerden zijn voor beste Instagrams. Jawel. All right. Welkom, genomineerden. Hallo. Woehoe. Yay. Hallo. Proficiat. Welkom. Proficiat al dat jullie hierbij zijn. Instagram is een super moeilijk medium, vind ik zelf. Met al de reels en de stories en de feeds en de... Ja, er is veel te veel. Maar dus proficiat dat jullie hier al zijn. Proficiat voor al jullie harde werk. Maar we gaan nu kijken wie de top 3 heeft gehaald. Dit is de top 3. Yes. Het is Ella Leijers, Hakim Chatar en Jens en Lauren. Ja. Is daar een video van? Nee. All right. Oké. Okay. Zeg het eens, Jasper en Noortje, waarom zij 3? Waarom zijn ze zo goed? Ja, dat is omdat dat BV's zijn. Dat vonden wij ook superbelangrijk. Wij willen gewoon echt bekende mensen. Nee, ja, dat is, die kwamen er echt bovenuit. Hè. Die waren maar die tof. Brengen inhoud en leuke mopjes. En, ja. En elke keer op een andere manier. En die brengen ons meer naar andere werelden. Maken ook echt filmpjes met monteren en al. Niet gewoon zo. Okay. Ik zal ook wel zeggen, ik weet niet of dat er nogal gezegd is, het was echt een nek-aan-nek race. Dus het lag allemaal wel dicht bij elkaar. Echt de top 10, ze hadden het eigenlijk allemaal verdiend. Okay. Maar de uiteindelijke winnaar... Oh ja, hier gaan we. De winnaar van de beste Instagram van 2020 is... Hakim! Chatar! Oh. Ja, ik heb het. Chatar! Hakim! Proficiat, proficiat, proficiat. Yes, Hakim kon er niet bij zijn vandaag, maar hij heeft wel een heel leuk filmpje voor ons gemaakt. Amai, ik had het echt niet zien aankomen. Totaal onverwacht. Ik ben ook totaal niet voorbereid. 10 jaar geleden postte ik mijn allereerste foto op Instagram. Dat was een foto van een kom rijst met een ei, bewerkt door de app Hipstamatic. En zie nu, 10 jaar later, eindelijk erkenning.
ben super blij. Graag wil ik jou bedanken voor de steun en toeverlaat en voor alle liefde. Ook mijn familie wil ik bedanken. En ja, ook mijn vriendin wil ik bedanken. Dank jullie wel, allemaal. Samen gaan we ervoor. Dank je wel. Daarom, daarom dus. Voilà. Daarom. Dikke duim. Proficiat, Hakim Chatter. Bedankt ook aan alle andere genomineerden.